vandaag gaan we mijn mama pranken. Mijn mama gaat echt flippen als ze dit ziet. Dus ik heb wel een beetje stress. Hoppakee. Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. Oké, dat is ook de eerste keer dat ik hier recht sta volgens mij voor een video. Vandaag gaan we mijn mama en mijn zus pranken. Ze zijn momenteel nog niet thuis, maar als ze terug thuis zijn, ga ik mijzelf in het bad leggen, vol met slijm over mij. Ik heb hier een heel grote bak met slijm. Ik ga je even laten zien. Oké, dus het lijkt dat niet zo groot op camera, maar het is echt, echt heel veel kilo slijm. Mijn mama gaat echt flippen als ze dit ziet, want ze houdt niet van slijm. Ze vindt dat helemaal niet nice. En vooral niet omdat heel ons huis altijd vol met glitter en zo hangt. En dus ik heb wel een beetje stress. In een van mijn video's hiervoor hebben jullie gezien hoe ik deze bak vol met slijm heb gemaakt. Dat heeft echt heel lang geduurd. Maar vandaag gaan we mijn mama pranken. Ik heb 3 jaar geleden een zwangerschapsprank op haar opgenomen. Dus ik had gedaan alsof ik zwanger was. Die video is nooit online mogen komen. Wie weet komt die ooit nog online. Dus vergeet zeker niet om te abonneren. Dat is het zeker waard. Maar mijn mama wou toen nog niet op camera komen. Nu is al eens een paar vlogs geweest. En ik hoop dat ze straks gaat zeggen van gooi maar online. Want anders ga ik echt al die moeite voor niks. Dus laten we er maar aan beginnen. Maar ik moet eerst deze grote bak vol slijm helemaal beneden van mijn trap krijgen. Want als jullie het nog niet zouden weten, mijn kamer is op zolder. En ik heb een steile zoldertrap. Dus dat wordt nog een dingetje. Dus ik draag nu een pyjama. Alleen de broek dan toch. Want die ga ik sowieso moeten weggooien. En dan gaan we nu al het slijm in het bad doen. Het moet wel echt stil zijn, want mijn mama is beneden. Maar straks gaat hij weg. Dan ga ik nu even zo opnemen. Een bak! Mijn mama kwam net naar boven om de nieuwe shampoo in de badkamer te zetten. Het was bijna gelukt, maar al dat licht en dat slijm stond hier al. En ze zei, wat ze dan doen? Een video aan het opnemen? En ik zei, ja, dat is straks een verrassing. Maar ik zeg, nee, straks verrassing. En ze zegt, verrassing of verrassing? En ik zeg, allebei. Maar ik heb al gevraagd of ik mag filmen. Mama zei zo, nee, dat gaat wel mogen. En zij zo, wat is er? Heb je het bad vol met slijm gedaan? Ik zo, nee. Ja, zo is mijn mama. Ze heeft altijd alles direct door. Oké, ik ga dat gewoon in stukken in het bad doen. So pretty! Met de bak. Hoppakee. Voilà. Oké, dus ik heb daar een andere camera om mijn reactie te filmen op mijn mama. En met deze camera ga ik haar reactie filmen. Like this. Oh nee, dat ging al mijn short. Oké, mannetjes. Al het slijm is in het bad. Oh my god. Mijn mama is net thuis gekomen, heb ik gehoord. Dus ik ga nu alles opzetten voor de prank die binnenkort online komt. Dus ik ga nu alles klaarmaken voor de prank. En ook de tweede camera. Kom maar! Ik heb dat bad vol met slijm niet, hè? Ik wil dat meemaken, hè? Ik kreeg een infarct, hè? Ben jij mij aan het filmen, of wat? Ja! Nee, want ik heb de stopping gestoken. En wat vind je van mama? Ze
Ik heb een ding en een zeemermin of wat. Kom. Je mama meer in beeld. Kom. Je mama meer in beeld. Ja, mama. Wie is het, hè? Waarom heb jij zo'n gezicht in de auto? Ja, mama. Auw, de pijn, dat plakt. Yo. Dus mama was een beetje speechless. Ze zei niet echt veel. Maar ik denk al dat ze het gaat vervallen. Mama wil niet graag op camera, dus daarom was haar reactie. Zij zo, ik wist het! Ik heb net mijn shirt uitgedaan, die vol met slijm hangt. En het hing zelfs... Ah ja, haar onderbroek. Ja, ik heb zelfs slijm tot aan mijn onderbroek. Ik sta in mijn onderbroek, maar dat kunnen jullie niet zien. Tenzij die spiegel... Nee, oké. Oef. Geef ons zeker een likeje voor deze prank. En dan gaan we nu nog verder naar de auto in mijn kamer. Dus, de prank was heel goed gelukt. Vergeet zeker niet om een likeje achter te laten. En vergeet ook niet om te abonneren voor meer van zulke video's. Oké, ik viel echt maar net. En dan zie ik nu. Toedeloe! Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken. En naast het abonneerknopje staat ook een belletje. Daarop kan je klikken en zo ontvang je elke keer een melding als ik upload.